Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys en girls, welkom bij weer een nieuwe FIFA video. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag gaan wij mijn selectie bekijken en mijn team bekijken dat ik in de afgelopen maanden en afgelopen streams echt hard voor gewerkt heb. En ja, ik heb er echt hard voor gewerkt de afgelopen streams. Ik heb deze video's opgenomen op 19.08.2021, dus op donderdag. Nadat ik mijn stream heb gedaan van mijn Division Rivals Awards en mijn Food Draft. En ja, nu gaan we naar mijn team zien. En ja. Oké. We zitten in mijn team. Jullie zien al direct dat ik een 191 beoordeling heb. Waarom komt dat? Ja. Ik heb hier op goal Team of the Season Ederson. Die ik gewoon voor untradable eerste eigenaar heb gepakt. Ik had die in een stream gepakt. De 12 uur stream had ik die nog eens dubbel gepakt. En gewoon vorig weekend, ja, dat was gewoon voor een footdraft dat ik die gepakt had, tradable. Maar ik ging die niet wegdoen, totdat ik hem dubbel pakte. Dan heb ik op links centrale verdediger Aymeric Laporte zijn Franse kaart. Want nu is hij veranderd van nationaliteit naar Spanjaard. En ja, op centraal verdediger heb ik Big Virg, ofwel Virgil van Dijk. Die 28 wedstrijden voor mijn club heeft gespeeld en er 8 heeft gescoord. Dus ja. Op centrale verdediger rechts, naast Virgil van Dijk, ook dus een groene link. Headliners Fabinho, die heb ik voor 25 jaar gekocht. En die al 16 wedstrijden voor mijn club heeft gespeeld en 7 gescoord doelpunten heeft. En ja, op rechts midden heb ik Mohamed Salah. En ja, die is ook wel heel goed. Die heeft 11 wedstrijden voor mijn club gespeeld en er al 8 gemaakt. Dus ja, op het centrale middenveld naast Salah heb ik Bruno Fernandes staan. Die 69 wedstrijden gespeeld heeft, 26 gescoorde doelpunten en 49 assists. Op CVM heb ik N'Golo Kanté staan. 146 gespeelde wedstrijden, 21 goals, 85 assists, 3 gele kaarten en 1 rode kaart. Naast Kanté staat Sissoko. Sissoko, Europa League Road to the Final, die ik voor 19.750 munten heb gekocht, die tradable is. Ik heb 32 wedstrijden mee gespeeld, hij heeft 21 goals voor mijn club gemaakt, 32 assists en nog geen kaarten gepakt. Op linksmidden staat Hun Min Son. Eerste eigenaar van een gouden upgrade gepakt. 126 wedstrijden, 73 goals, 49 assists, 4 gele kaarten en 1 rode kaart. In de spits, het spitsenduo is Harry Kane, Summerstars, die ik uit een 88 plus upgrade op de 12 uur stream heb gepakt. En ja, die is 88 plus player pick, ja. Die dat 3 wedstrijden gespeeld heeft en 2 gescoorde doelpunten. Daarnaast staat Jarmolenko Summerstars, die dat 1 wedstrijd heeft gespeeld. Die heb ik vanmorgen met een Division Rivals Awards. Heb ik ook die nog eens een 81 plus player pick gedaan. En ik heb die daar het gepakt. Dan gaan we naar mijn bank. Als eerste staat rechtsmede Carrillo. Die heb ik al eventjes. Die heb ik al van toen dat die Saudi Pro League LFC uitkwam, heb ik die gepakt. Bakambu heb ik in de 12 uur stream gepakt. Marquinhos, Team of Season, heb ik ook in de 12 uur stream gepakt. Haaland heb ik ook in de 12 uur stream gepakt als eerste. Tadic heb ik daar straks in de Food Draft livestream gepakt. Coman ik weet niet hoe dat ik die gepakt heb. Ik denk dat ik zelfs gewoon daar een video van ga maken. Maar toch
Dat ik zei van, ja, ik heb het spel twee gekregen, ik had het terug opnieuw maken, die video. Dus de vrijmaak ik in de video van maandag, alleen de stream van afgelopen maandag van de 15 augustus, heb ik die gepakt. Ook gewoon random een streamje gedaan, gewoon voor een keer te streamen. Bij Cassetas heb ik ook in de 12 uur stream gepakt. Heerlijk. Heb ik in de Division Rival de waard gekregen. Egazi weet ik al niet meer. Skriniar heb ik ook gepakt. Moises heb ik ook gepakt. Dan gaan we naar mijn club zien. In mijn club zit nog Spits, Lewandowski, Team of Season, leenspeler, Acuna leenspeler, Ronaldo, Team of the Year leenspeler, De Bruyne, Summerstars leenspeler, Benzema, Headliners leenspeler, Road to the Final, Team of the Group Stage, Messi leenspeler, Road to the Final, Salah leenspeler, gewone Messi leenspeler, Fitch Fries, Mane leenspeler, Rulebreakers, Kane leenspeler, MLP Recordbreakers leenspeler, Mertens Wat If Plus leenspeler, Royce Fitbeurte leenspeler, MLP gewone leenspeler, Suarez van Sewatch leenspeler, Saka Future Stars leenspeler, Adama Traoré eerste eigenaar Fitbeurte, Sterling gewone leenspeler, Cantona leenspeler, Kanté Futis kandidaat leenspeler. Dan heb ik nog Trent als leenspeler, Sancho als leenspeler, Havertz, Van Zowets als leenspeler, David Silva als leenspeler, Eriksen als leenspeler, Eriksen gewoon, Sané, Futis, kandidaat leenspeler, Holland met een season, Koke, Haaland, Jimenez, Brand, Ferran Torres, Florenzi en David, alle drie Van Zowets. Veel leenspelers, Renier, Future Stars, Mignolet, gewone kaart. En ja, dat is het eigenlijk dat ik in deze video al gepakt heb. Maar nu gaan we nog één keer, voor de laatste keer, in een video. Ik zeg niet van een livestream. We gaan nog de laatste keer in een video die 81 plus spelerskeuze doen. Al die kan halen natuurlijk. Want ja, ik heb er 7 zeldzame voor nodig. Ik weet niet of ik nog 7 zeldzame heb in mijn team. Mignolet kan ik nog altijd doen. En nu ga ik gewoon... Nee, ik kan hem al niet meer doen. Dan ga ik gewoon even een gouden upgrade doen. Dat is geen 81 plus, maar gewoon een gouden upgrade. Daar zou het ook nog wel uit kunnen dat ik nog een Team of Season pack. Dus een gouden upgrade gewoon doen. Gewoon een gouden upgrade, dat gaat ook altijd helpen. Dan ga ik gewoon meer het inleveren heb. Kan het zijn dat ik nog een Team of Season pack. Maar de kans is klein natuurlijk. Maar hopelijk pak ik uit deze 81. Nou ja, deze. Niet 81 plus. Uit deze gouden upgrade nog een Team of Season. Dat zou nice zijn. CVM. Cristante. Links midden heb ik daar. Iwobi. Rechts midden. Puertas. Cam. Miranchuk. Spits. Moet ik nog naar beneden gaan. Jansen. En... Betanga. Oké, we hebben nu een gouden upgrade. En als we hier een Team of the Season uitpakken, gaat dat nice zijn. Ik heb dat straks dus ook met de draft stream mijn een ding gedaan. Een Tropical pack. Maar deze pack ga ik gewoon doen. Let's go. Geen walkout. Borden? Ook geen borden, gewoon. Perin.
Het zal wel eigenlijk. Dan is het wel koud. Ah, dan is het wel een pakje bedoel ik. Ja. Ik kan dat doen. Ik ga er nog eentje doen. Nog één gouden upgrade. En dan weten we wie dat we... Wie dat was laatste pakje. Hopelijk een goede speler. Ja, Camino leg gewoon inleveren. Boeit me niet. Gewoon hup. Willekeurig. Gouden gewoon hup. CM. Links achter. Nacho. I don't care dat ik geen linksachters meer heb. Di Lorenzo. En Villa. Mars. Caligiru. Miranchuk. Maita. Piatek. Dus die hebben ook eens gedaan. Dat is gewoon een snelle, dat is een snelle SBC dat ik doe. Als we hier nu een wildcard uitpakken, is dat wel nice. Dus een twee zeldzame gaat spelen, dus pakket nummer 2. En je pakken we hieruit. Waarschijnlijk scheid. Yep, zoals altijd, scheid. Zege. Dan Jomo. Dat is goed voor een onderaars weg te krijgen. En Jonathan David. Damn. Maar dat was dan de video. We hebben de 10 minuten wel gehaald, denk ik. Als ik hier een beetje uitknip, heb ik wel de 10 minuten gehaald. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam, dat is dan altijd Dylan. En vinden jullie goed die angle van die microfoon? Ik vind die best wel goed. En ja, voordat ik het vergeet, voordat ik deze video vergeet, voordat ik het vergeet te zeggen in deze video, moeten we eventjes naar mijn bibliotheek gaan. Ik heb FIFA 22 gepreorderd. En die komt een automatische download. Dus vanaf die automatische download is, ik denk dat 29 september is. Dat die automatische download is. Dan kan ik er beginnen spelen. Normaal gezien. En ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam, dat is dan altijd Dylan. En tot dan ben ik je boy als Dylan. De volgende video maar weer. Volgende week is weer een taste test. Ik heb die al opgenomen. En... ja! Mijn naam is altijd Dylan. Joejoe.